Ciao a tutti, buongiorno. Wij gaan beginnen met een nieuw project, een volledig project van binnen en buiten met natuurlijk een prachtige basis. En de basis is deze Range Rover Sport SV First Edition van Patrick. Ja, zoals gezegd, binnenkant, buitenkant, maar we gaan het wel in fases doen. We beginnen met de binnenkant en in oktober, november zullen we de buitenkant aanpakken, want dan is de kit die we gaan gebruiken pas beschikbaar. We hebben een motorfiets gebouwd die we gematcht hebben met deze auto. Dat is een M1000R, die hebben we volledig verbouwd om in zoveel mogelijk details te matchen met deze auto. Daar zijn we al in één stapje verder gegaan en dat is dat we het zadel bekleed hebben. Het zadel hebben we bekleed in een samenstelling van materialen die we hier in het interieur willen terugbrengen. Dus fase 1 zal zijn dat wij het interieur gaan demonteren, naar PS-zadelarij in Duitsland brengen. Fase 2 zal zijn dat de auto naar Engeland gaat en dat we bij Urban de allereerste Urban SV van Europa zullen gaan bouwen. En deze zullen we later in het jaar onthullen op de SM Motor Show. Ja, tijd voor fase 1, het interieur demonteren en dan kan alles richting Duitsland. Ja, via voor eruit, ja, dat zal moeten nemen. Ja, ik heb hem. Ja. Ah, maar daar. Kun je hem aanpakken? Oh, dus wil je Kenneth hebben? Ja. Hey, Kenneth. Tuning. Hey. Ja. Zou je nog even willen komen kijken bij de SV? Ja. Hoe ver wil jij gaan? Met wat precies? Ja, deze. Ja. Want als je deze wil, deze wil je ook, hè? En dan geldt onder het stuur. Ja, ja, ja. Onder het stuur ook. Klopt. Hetzelfde. Klopt. En middenconsole niet. Nee, alleen de middenarmsteun. Middenarmsteun. Ja, maar die kan er los af. We zijn hier al een keertje eerder geweest natuurlijk. Ja, jij weet nog niet wat we gaan doen, Puk. Nee. Laten we even een rondje lopen. En even kijken wat we ervan vinden. Even kijken, ja. Het blijft hier indrukwekkend, hè? Ja. En ze hebben een nieuw stukje bijgebouwd. Een nieuw stukje bij, ja. Hier staat een mooie spul, maar daar staat het nog betere. Ja. En daar staat nog iets leuks tussen. Ja. Laten we via rechts gaan. Laten we even kijken wat er allemaal staat. We gaan de auto hier ophalen. En over de weg terugrijden. We hebben voor een klant hebben we natuurlijk gezocht de auto. Dutch Car Collector. Hij heeft al wat leuke auto's. Hij heeft een 812 GTS atelier auto. Ja. Hij heeft een F12 Berlinetta. Ja, ook. Pareltjes. Pareltjes. Uit de Kever. Hij heeft een Volkswagen Kever. Die hebben we een keer samen gereden. Ja, was leuk. Top, top, top. Porsche Cayenne. Hij krijgt een... Ik denk dat het nu afgebrand gaat worden, maar de nieuwe Ferrari 12 cilinder. Ik durf de naam niet uit te spreken. Ik ook niet. Ik haal me ook even in. Oké, dus dan... Okay, we kennen hem, dat is goed. We kennen hem, dan is het goed. Ja. Oh, als ik toch ooit... Als het kan, dan neem ik er zo eentje. Dan neem je hem zo of ga je al in? Brabus pakket. Ja. Hermes oranje interieur. Oeh. En dan gewoon maar in de parelwit spuiten. 100%. Wat denk je dat die kost, Puk? Ik hou mijn hand voor de prijs. Ik moet zeggen, ik vind het meevallen. 9,50? Iets lager. 8? Iets. Ja? Ja. 7,5. 7,25. En je hebt een deal. Oké. En dan komen we bij het Italiaanse hoekje uit. Nee. Maar gast, dit gaan we toch niet... Nee, maar dit kunnen we toch niet terugrijden? Dat gaat toch niet? Ik heb iets voor jou staan, Puk. Dat staat ergens verstopt. En dat gaat jou een voorproefje geven van welk tijdperk het is en welk land de auto vandaan komt. Oké. Dan moet je je wel even gaan omkleden. Ja? Nee, je doet normaal. Ik heb mijn best gedaan met het uitzoeken. Je krijgt een mooie outfit aan. Het is modieus. Het is zaterdagmorgen, kom op.
Ben je er klaar voor? Ja. Dan ga ik het voor je pakken. Ik doe ook met je mee. Jij weet dit. Hier staat jouw naam op. Ik doe ook met je mee. Ik heb hem hier ook staan. Ga je even omkleden en dan zien we jou zo. En dan ga ik jou vertellen wat het is. Nee, nog niet erin kijken totdat... Puk is zich nu door Ad. Wat is dit? Je maakt dat goed, hè? Zo. Ik maak het goed. Je hebt wel hetzelfde, toch? Ik heb hetzelfde. Er zat een plaksnor in, die doe ik niet op. Nee, ik heb hetzelfde. Oké. Okay. Ik ga me zo ook omkleden. Oh. Ik moet wel zeggen, het is niet heel warm buiten. Het is net lekker. Met het dakje open gaat het net. Zie ik er ook zo uit? Nu je er zo uitziet, welke denk jij dat het is geworden? Nou, ik hoop eentje met een open dakkie. Want het is wel... Het is lekker weer. Het is wel frisjes hoor, als je met de open. Hij heeft een open dakje. Ja, oké. Okay. Dus welke denk je? Ja, ik hoop dan wel die. Zullen we naartoe lopen? Het is wel Italiaans. Het is wel Italiaans. Het is wel Italiaans. Oké, okay, maar dit is Italiaans. Dit is Italiaans. Ja. Zullen we iets doorlopen? Ja, sure. Dit is Duits, dus het is Duits. Duits. Dit is Amerikaans. Amerikaans. Nee, dat doe ik echt niet. Nee, ik ga echt niet. Dat doe ik echt niet. Het is zaterdagmorgen. Nou, een hele goede morgen. Ik ben best wel enthousiast, want het is alweer even geleden dat... Volvo dealer Nieuwenhuizen in Meppel, notabene, contact met ons opnam en zei, wij willen iets speciaals. Ja, als je dan bij elkaar komt en je bent in die configuratieruimte bezig met elkaar, dan zeggen we, oké, laten we er een gelimiteerde versie van maken. Dus we maken een Max 5, gecombineerd XC60 en de V60. Dan zit ik hier op onder andere het wiel wat we eronder gaan zetten. Dit wiel is een Vossenwiel, 21 inch. En dan... brons gekleurd, wat echt perfect matcht met die verder verlotje wrap aan de buitenzijde. Dat wiel er dan onder, hè? Nou, er komt daar een gele remklauw op, gecombineerd met een gele gordel aan de binnenzijde. Samen met die hele dikke vette achterspoiler staat er een unieke, onderscheidende, ja, 105 Volvo V60's. Ja. Wij zijn bezig met de Ferrari 296 GTS in Verde Francesca. Een hele mooie lichtgroenige kleur. Op het eerste oog dacht ik van nou, leuk gespekt met donkergroene accenten. Maar als je dan dichterbij kijkt, dan zie je dat die donkergroene accenten dus exposed carbon zijn. En dat is wel een future waar ik wel heel erg fan van ben. De auto is hier voor een full body. Nou hebben we 85% al gedaan. Er blijven nog wat kleine deeltjes over. Denk aan de spiegels, denk aan het carbon. Bij het interieur, de instaplijsten. We hebben hier een X-Pel systeem met patronen. Het patroon voor de deur hebben wij zo aangepast dat we de seamline weghalen, maar het gat van de spiegel behouden. We hebben het gat gestoomd, er zitten iets meer rek in de folie, waardoor je hem eigenlijk over de spiegel heen kan trekken. De spiegel hoeft daardoor niet gedemonteerd te worden, maar je bent wel van de seamline af. Dus dat is een hele mooie techniek. Het eindresultaat is daardoor strakker en je hebt minder risico, want je hoeft geen spiegel te demonteren. Leuk om te zien is dat hierop staat dat de auto bij Ferrari atelier is geweest. Dat is net een stapje hoger dan Ferrari telemeet. Dus als je een auto ziet met instaplijsten waar atelier op staat, dan weet je dat die echt tot in de puntjes gespekt is. Het is weer vroeg in de ochtend zoals gewoonlijk, maar we hebben een mooie dag die op ons wacht. We gaan naar Jack's Racing Day in Assen op uitnodiging van Richard Verschoor, die wat leuke dingen voor ons in petto heeft.
is dat we geen kaarten hebben om te parkeren bij de paddock. Maar het een leuke sport is om altijd te proberen zo dicht mogelijk te komen. Hey, ik heb ze bij de ingang liggen. De ja, paddock. Als mensen niet meer doorlaten, die zeggen, zijn er mensen die hebben ze niet liggen, die zeggen het ook. Oh. Je mag hem hier parkeren, mag u de kaart ophalen. Hierin? Ja. Oké, okay. Yo. Wat zegt je nou? Bij Van der Valk? Yo, Kenneth. Hey, ik ben net zelf aangekomen op het circuit. Jij kan de pas ophalen bij Van der Valk Spier, zoals ik had gezegd. Zo, dat is nog echt ook. Dat stukje Van der Valk zat dus niet in het eerste bericht. Ah, het valt nog redelijk mee. Geen parking tickets. Moeten we weer naar binnen zien te lullen. Bij P9, ik weet niet waar dat is. P9, nee. Heeft u een kaartje van P9? Nee, die moet ik daar ophalen bij MP Motorsport. Ja, eigenlijk moet ik je hier laten parkeren. Maar omdat je zo'n dure auto hebt, ja? Laat ik je gewoon door. Want de meeste dure auto's die staan daar. Ja, dankjewel. Joe. Dank je. Altijd leuk aan dit. Ja, deze moet even geknipt worden. Oké. Okay. Een bandje. Dat is aan de rechterkant met gele lijstje daar. Oké, okay, top. Ja? Super, dankjewel. Ja, dankjewel. Hoi, dat is lang geleden. Dat is heel lang geleden. Hoe is het? Ja. Lekker. Dikke waarde, ja, ja, man. Dankjewel. Oh, joh. Wil je ons erbij zetten? Ja, voor mij mag het. Nou, ja. Dan wil je bij ons erop staan dan? Lijkt me een eer. Leuk. Ja. Ja? Wel een leuke variatie moet ik zeggen hier, van A45 tot en Largo, SVA. Best wel wat auto's die we bij Absolute hebben gehad ook. Deze R8 natuurlijk met de blauwe details. Riftuitlaat zit erop. Deze is vaker geweest, zo nu dan op de koffie. En dit vind ik wel echt heel dik. Nou, je hoort het misschien al een beetje, we gaan dadelijk heli vliegen. Dus we hopen dat we wat mooie beelden kunnen schieten en jullie mee kunnen nemen in de heli. We gaan even naar Mail Lions. Die hebben een collab met Richard Verschoor. Eigen shirt. Monaco Pole Position shirt. En daar gaan we een paar van aanschaffen, want die gaan we weggeven in een winactie. Dus ik denk dat we voor wit gaan. Dankjewel. Hey, bedankt. Hey, bedankt. Richard belt net of ik alvast daarin kan komen. Dat hij me al in een pak wil hijsen. Dus ik weet niet wat voor pak. Maar we gaan het zien. We zijn in de box en we zijn ondertussen achter waar wij in mee gaan rijden. Dus ja, ik neem jullie even mee. Nou, dit is hem. Een two-seater A1GP auto. Nu beginnen de zenuwen toch een beetje in het lichaam te spelen. Yo, zeker, zeker. Superman, dankjewel. Ga je afwijken even met de pauze? Wil je even een introotje doen? Zo. Nou, er was net een intro. Lijp joh. Tuurlijk. Tuurlijk. Doe maar. Ik ga jou nu een pak geven. Laat het. Nou, we hebben de shirts natuurlijk al gekocht, maar we willen even een handtekening erop hebben, zodat we bij de giveaway een gesigneerd shirt weggeven in plaats van eentje die je kan kopen. Leuk om te zien dat autosport zo leeft in Nederland, als je die rij ook ziet en die al weggewerkt is. Top natuurlijk. Hey! Zo! Zo! Je hebt uitgepakt. Ja, die willen we natuurlijk even gesigneerd hebben. Dankjewel man. Top. Thanks, tot zo. Hier komt carbon. Aan de zijkant krijgen we een hele dikke verbreding, dus dat belooft het moois. Velgen gaan we natuurlijk ook wat aan doen. Als we dan naar de achterkant gaan, dan laten we die zeker niet onaangeraakt. Laten we naar de kit gaan kijken. Interessant dit. Met alle schroeven losmaken kan in ieder geval fout gaan, maar met het uitpakken. Het zou mooi zijn ook als daadwerkelijk alles erbij zit. Zo. Jarno, jij wil me vast wel even helpen.
Jarno die is eigenlijk nooit op beeld. Dat wil hij ook niet. Maar nu moet hij. Even kijken, tillen maar. Ja, zo eraf. Het is wel goed ingepakt. Dat moet je niet zo meegeven. Een paar dingen vallen meteen op. We hebben hier sowieso de verbreding voor aan de zijkant. Dat is toch wel een beetje het grootste onderdeel van het pakket. Want zonder die wordt er geen wide body hoes. Zal ik jou eens een keer wat aangeven, Max? Kijk. Niet zo zwaar hoor. Kijk, hoppa. Zullen we een spoilertje uitpakken? Ja? Ja. Duurt lang om het uit te pakken, hè? Nee, kijk, top. Eerst gedeeld, ziet er goed uit. Dus we gaan gewoon de rest rustig uitpakken. Daar ga ik jullie niet mee vermoeien, want zoals je net zag, was dit al heel veel moeite. Gaat helemaal goed komen. Achter mij zijn die mannen al lekker bezig met het testfitten van de kit. Waarbij je misschien zou verwachten dat zoiets in één keer op de auto gaat. Is er toch wel wat werk nodig om het helemaal perfect te maken. Die mannen die plakken het eerst erop. Kijken even of er niet te veel naden en te veel kieren tussen zitten. Mocht dat nou wel zo het geval zijn, doen we hier en daar wat slijpen, wat wegzagen, wat optimaliseren. Dat we er zeker van zijn dat het gewoon perfect zit. Ja. Zitten nu wel een beetje kibbelen met z'n tweetjes. Op de voorkant lijkt hij iets te veel ruimte te hebben. Dus we gaan gewoon plakken, doen, kijken, aanpassen, totdat hij gewoon helemaal perfect erop zit. Hier valt nog op, hier zit de Park Distance Control. Sommige Urussen die hebben dat wel, sommige die hebben het niet. Deze auto heeft dat wel. Dat betekent dat we dit gat uit moeten gaan boren. Dat we ervoor moeten zorgen dat de originele Park Distance Control er doorheen komt en gewoon dezelfde werking heeft. Daar gaat iets meer tijd en werk in zitten, maar daar zijn we goed in. Ik heb hier een gedeelte van de bodykit in mijn hand, van de Lamborghini Urus. We hebben net getestfit. We moeten hier een stuk uitslijpen, zodat de parkeersensor aan de buitenkant erin past. Dus daar gaan we mee beginnen. Can I flex? Yes, yes, oh my god. 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 Nou, wil jij nou ook kans maken op zo'n te gek gesigneerd shirt door Richard Verschoor? Ja, zorg dan even dat je deze video liked en laat een reactie achter met For Sure plus de maat S, M of L die jij wil winnen. En ja, wellicht ben jij een van die winnaars die wij in de volgende video van Absolute Motors bekend gaan maken. De KTM is hier voor een probleempje. Ik weet niet of je het een probleempje kan noemen. Maar voor de eigenaar is het wel een probleempje. Hij vindt het zicht niet optimaal. Nou kan ik dat begrijpen. Want ik heb hem zojuist al hier neergezet. En ik heb zelfs die hele unit opengezet om naar achter te kunnen kijken. Dus we gaan het jullie even proberen te laten zien. Zo. Vandaag gaan we het probleem voor de eigenaar oplossen. Dat is door middel van het installeren van een spiegelset. De ouderwetse echte spiegels op de auto. Daarvoor ga ik de auto nu binnenzetten. Maar dit is gelijk het goede moment om even te kunnen laten zien hoe je zoiets ervaart. Kijk, normaal gesproken kijk je in je zijspiegel hier en daar. En dan zie je gewoon heel goed de achterkant van de auto. En die zie je nu eigenlijk niet. Waardoor je volledig op vertrouwen van die camera's moet gaan rijden. En ik vind het al behoorlijk spannend. Maar als je iets in een auto niet wil, is het onzekerheid. Op het moment dat die zijspiegels die we gaan installeren erop zaten, dan had ik al in dat vak gestaan op die plek waar ik hem wil hebben. KTM staat klaar en de spiegels liggen klaar. Deze spiegels komen bij KTM vandaan. Setje spiegels zit rond de 10.000 euro ex-BTW. Maar ik begrijp wel waarom. Het is wel een serieus
stukje productie geweest. We hebben zojuist laten zien met de point of view camera dat je gewoon heel slecht zicht hebt met de camera-spiegels. En dat het vooral ten koste gaat van het vertrouwen waar je mee achter het stuur zit. Zojuist was natuurlijk alleen naar binnen rijden, maar ik kan me voorstellen als je dat stukje vertrouwen mist en je gaat dan het circuit op waar die auto overigens voor gemaakt is, ja, dat je dan toch minder lekker achter het stuur zit dan wanneer je deze jongens erop hebt zitten. Deze zijn gemaakt voor de racer. Die worden eigenlijk fabriek af geïnstalleerd voordat de auto gelakt wordt. Nou ja, deze auto heeft een hele speciale lak. Er zit een blauwe blanke laklaag overheen, waardoor je een visible blauw carbonen auto krijgt. Dus het is best wel spannend om dadelijk de boormachine, ja, we hebben hier ons setje liggen, in het carbon te zetten. Vandaar dat we het ook zeker door specialist laten doen en niet ik met deze twee linkerhanden. Dus laten we Maarten even bijroepen. Let's go. Ja. Ik heb op internet al gezien bij degene die wel spiegels hebben dat ze ongeveer in deze lijn zitten, maar dat moeten we natuurlijk precies weten en daar heb jij een sheet voor. Ja, ik had inderdaad hetzelfde gezien, maar ik heb ook de precieze maten voor de spiegels. En dan je referentiepunten zijn eigenlijk deze lijn en deze lijn en daar moeten daar we gaan, meten. Gaan uitmeten. Ja. Deze zit dan op zijn plek, er doorheen boren, dan ren ik weg, dan ga jij dat doen. Ja, is goed. En aan de onderzijde moeten we ook nog wat... Ja, aan de onderzijde zal hij een stuk groter worden. Ja. Dan zullen deze komen. Ja, deze gaan die holle ruimte opvullen. Ja. En dan heb je eigenlijk een volledige connectie zonder dat het op het carbon... Zonder dat het kracht op het carbon komen. Ja, dat klopt. Ik heb een masker opgezet omdat we met de fijne boren het carbon heen gaan. En er komt veel stof vanaf. Dus ja, voor veiligheid doen we even een masker. Ik heb even mijn handen gewassen en gaan we even kijken hoe dat past. Kijk zelf maar. Als ik zo kijk wil ik een klein beetje nog naar binnen hebben. Maar hij valt ook hier goed voor de gaten. Ja, ik ben happy. Ja, top. Het is mooi geworden. Nou, we gaan even kijken bij de KTM. Echt veel beter. We moeten natuurlijk nog in de auto gaan zitten om te kijken hoe het qua zicht is. Maar ik vind ook gewoon dat de looks van de auto gewoon veel kloppender zijn met spiegel. Zeker omdat er nu eentje op zit, is het wel leuk om te kijken. Als je er recht voor staat, ik vind hem gewoon kloppender met spiegel. Dus de andere kant is wel voorbereid. Ik zie de gaten al zitten, de binnenzijde is voorbereid. Dus eigenlijk morgenochtend hoeft alleen de spiegel nog gemonteerd te worden. We gaan nog even de randjes afzielen aan de binnenzijde. Zodat het water wat tussen de spiegel kan komen niet in de carbon cap terechtkomt natuurlijk. Gaan we eens even kijken. Ik laat het jullie zo weten. Top. Nou, daar staan we weer bij, want ik had gezegd de V60. Trouwens, dat is Jeremy, die werkt hier sinds kort. Hij zit nog in zijn proeftijd. Dat gaat wel goed komen met hem. Maar goed, we hadden dus de V60, maar achter mij de XC60, want dat is het andere project van de Absolute Edition. Want dat is de naam die we eraan gaan geven. En bijna hetzelfde, natuurlijk een ander model, gaan we deze auto ook voorzien van die hele dikke wielen die we al eerder aan jullie hebben laten zien. Dezelfde wrap. Ja, het is een andere auto, maar het is toch hetzelfde. Want dat is die gelimiteerde editie. Ja, we gaan die jongens gewoon in gang laten gaan. Als er nou één vraag veel voorbij is gekomen de afgelopen 5 maanden, de tijd dat ik hier bij Absolute Motors werkzaam ben, was wel: waarom ben je bij Lauwman & Sloeser weggegaan? Ja, dat is een goede opmerking. En daar heb ik ook nog wel eens over nagedacht. En waarom ben ik nou eigenlijk daar bij Lauwman & Sloeser weggegaan? Want ik heb daar toch 11 jaar gewerkt. Samen met een heel team begonnen.
op dat moment hadden we nog niks. We hadden geen dealerschappen, nog helemaal niks. Een verdwaalde Maserati, een verdwaalde Rolls Royce, een Bentley. En langzaamaan hebben we daar opgebouwd zoals het nu is. Met al die mooie dealerschappen. En ik deed dat samen met mijn collega's en Arjen van Beek natuurlijk. En ik was ook nooit van plan om weg te gaan. Maar ja, je komt mensen tegen in de loop der tijd. Je komt klanten tegen, je verkoopt auto's. En zo raakte ik ook in contact met Absolute Motors, waar we overigens al diverse zaken mee deden als het ging om onze demo's die wij daar lieten voorzien van folie, wielen, X-spel, etc. Dus ik wist wel een klein beetje wat voor vlees ik in de kuip had als ik naar Absolute Motors zou gaan. We hebben toen goede gesprekken gehad. Nee, laat ik het zo zeggen. We zijn eerst met de huidige eigenaar, inmiddels een vriend van mij, Patrick, zijn we wandelingen gaan maken. Maar dat ging meer over vriendschap en over de dingen van het leven. En ergens in die gesprekken kwam eens een keer naar boven drijven. Joh, we zouden toch eigenlijk een keer samen wat moeten doen. Maar toen speelde dat nog helemaal niet. Dus nou ja, misschien in de toekomst. Maar op dat moment speelde het nog helemaal niet. Maar goed, de jaren gaan verder. En dan merk je aan jezelf op een gegeven moment, ik ben natuurlijk inmiddels 55, merk je dat die energie er net niet meer in zit. Zoals in die jaren daarvoor, waarin we alles bedachten en verzonnen en deden en 70 evenementen per jaar draaiden. En ik merkte gewoon aan mezelf dat ik een ambtenaar aan het worden was. Ik was niet meer verfrissend en vernieuwend en vol energie. En als dat er niet meer in zit, dan moet je ergens anders naartoe gaan. Dan moet je zorgen dat je die energie wel voor elkaar krijgt. Dan moet je zorgen dat je ergens terecht komt waar je naar je zin hebt. Want je hebt maar één leven. En dat is eigenlijk de reden dat ik toen het besluit heb genomen om nog een keer die wandeling te gaan maken. Maar nu wat doelgerichter. Ik zei, joh, jij zei dat toen, weet je nog. Wat bedoel je daar precies mee? Wat is jouw visie voor de toekomst met Absolute Motors? En toen zijn we het op papier gezet. En toen heeft het nog 11 maanden geduurd. En uiteindelijk waren we het eens en voelden het goed. En zit ik hier helemaal op mijn plek. En met een fantastisch team bij Absolute Motors. En ja, de toekomst ligt voor ons. En de energie is weer net als in het beginjaar bij Lauman Exclusive. Dus ik ben ontzettend blij met mijn overstap. En dit is eigenlijk een beetje het verhaal in het kort zoals het allemaal is ontstaan. Zo, goedemorgen. Het is zaterdagochtend. We zijn bij Van Harte Amersfoort. Ja, een officiële BMW motorrad dealer. En dan denk je natuurlijk, wat doen wij daar als Absolute Motors zijnde? Nou, wij hebben hier onze M2 GT staan. Want daar hebben we ooit een matchende motorfiets bij gemaakt. En ja, vandaag staat in het teken van de shop-and-shop opening van Ilmberger. En daar hebben we de combinatie van de M2 en de motor neergezet. Maar ook een andere motor, en die hebben jullie zojuist al gezien. Dat is de M1000R SV, die we matchen met de Range Rover Sport. Die staat hier natuurlijk ook. Dus ja, ik heb gevulde koeken mee. Want ja, ik moet natuurlijk een goede indruk achterlaten om korting op de volgende motorfiets te krijgen. Dus ja, laten we naar binnen gaan. Ik heb nog even verse gevulde koeken meegenomen. Je weet nooit wanneer ik weer een nieuwe motor nodig heb en korting moet bedingen. Dus, hij deed alsof hij wat kwam vragen. Lekker gebakkie. Wat doe je dit goed? Met beleid, hè? Nou, liefde, zou ik zeggen. Even kijken hoe hij het eet. Nou, op de officiële opening van de eerste Ilmberger shop-in-shop mogen de Ilmberger machines natuurlijk niet missen. En Ilmberger heeft er dit keer 3 neergezet. Ja, de M1000R, ja, die behoeft niet veel uitleg. Hier zit alleen nog meer carbon op dan wij op onze eigen projecten al toegepast hebben. Zoals het kontje volledig in carbon en wat andere elementen. Nou, natuurlijk super gaaf. Maar wat vooral bijzonder is, is de nieuwe M1000XR in volledig carbon uitgevoerd ook. En een andere primeur is de nieuwe 1300 GS. En dan op deze specifieke fiets hebben ze gekozen om alles in mat carbon te doen. Net zoals bij de SV die wij zelf gebouwd hebben. Ja. Ik denk dat mat carbon ook de enige way to go is op een 1300 GS. Wat bruut. Dankjewel. Ik denk dat de M2 geen uitleg nodig heeft. Die kennen jullie ondertussen wel. Die komt natuurlijk veel voor. Alleen de motorfiets, ja, die hebben we nog niet zo vaak kunnen laten zien. Deze hebben we gematcht met de M2. Dus dat zie je natuurlijk aan de kleur waar die in gespoten is. De carbon delen, de bronzen elementen. Zoals de velgen hier zijn, zie je dat we de two-tone hebben toegepast door het hard brons te doen en de buitenrand zilvergrijs. Een beetje gelijk aan de velg op de auto, de HRE-velg. En natuurlijk de merken die hierop zitten, zoals het krapenfiets. Ja, we hebben hem onthuld
op de motorbeurs in Utrecht. En eigenlijk de eerste avond is hij gelijk verkocht, wat niet de bedoeling was. Dat was natuurlijk jammer. Maar omdat hij verkocht was, hebben we eigenlijk hetzelfde weekend direct een nieuwe M1000R gekocht. En dat is uiteindelijk de M1000R geworden die we nu gematcht hebben met de Range Rover Sport SV. Nou, hier staat hij. Eigenlijk is dit evenement ook een beetje bedoeld als de onthulling voor deze motorfiets. Hij was er zo goed als klaar. Alleen er zijn een paar laatste details toegevoegd die ik zelf ook nog niet gezien heb. Dus dat is wel leuk. Nou, een van de elementen die ik zelf nog niet gezien heb, die nu pas geïnstalleerd zijn, zijn eigenlijk de carbon rotorbox velgen. Dus de rotorbox bullet velg is een volledig carbon fiber velg met de buitenrand in normaal carbon fiber en de binnenspaken in forged carbon. Daarnaast heb ik ook een Sierra Carbon Racing carbon tandwiel laten installeren. Ja, zoals jullie gezien hebben is het interieur uit de Range Rover Sport ondertussen volledig gedemonteerd. En willen wij hier even laten zien hoe het interieur er ongeveer uit gaat zien. In ieder geval waar het op geïnspireerd gaat worden. Het interieur gaat bestaan uit een zwart Alcantara met een zwart leren combinatie. Een neongele bies en natuurlijk het stiksel in het urban patroon. Het stiksel hebben we overigens gedaan in de kleur van de lak. Dus als je het mij vraagt is dit gewoon de perfecte match met de buitenkant van de auto. Dit is hem. Kom eens kijken, Puk. Open dakkie. Italiaans. Hey. Gast, hier moeten we 3 uur terugrijden naar de zaak. We zijn hier net een uur onderweg geweest. Oh. Net een racekuip, voelt hetzelfde. Hey. Nou ja, maar gast, dit is toch levensgevaarlijk. Er zitten geen gordels in. Ik heb nu al last van mijn rug. En je hebt nog 3 uur te gaan. Ik ga even van wat jij geregeld hebt, ga ik even loslaten. Want het is wel echt een heel dik autootje. Ja, het is wel. Hey. Het is wel echt super cool. Ja. Het is wel leuk, weet je, als het zonnetje schijnt en je kan hem lekker pakken, hij staat in de schuur. Even lekker naar Scheveningen, naar het strand, even ergens naartoe. Hier boodschappen doen is legendarisch. Hij ziet er goed uit ook. Ja. Oké, maar prima. Ik rij wel naar buiten. Ik hou er niet tegen. Ik heb een leuke route uitgestippeld. Ik heb er wel een beetje zin in nu ineens. Ja? Ja, maar dan wel wetende dat we minimaal 3 uur in de auto zitten, maakt het wel een beetje... Wat voor brandstof gaat erin? Hoe gaat die aan? Ik heb er nu wel een beetje zin in. Nou, Italië. Let's go. Ik heb mijn Polaroids gemaakt. Oh, deze zijn wel cool. Die Polaroidjes zijn goed gelukt. Wat zou die gaan? Oh, dit is de kilometerteller! Kilometerteller. Oh, ben je me meegepakt? Dan gaan we sneller! Prachtig zo die weilanden, jongen. Helemaal. Wel met mijn noppies. Een aantal weken geleden belde die mij. Met hè, ik wil er toch van gaan. En zo kwamen we bij deze terecht. Bij Arno van Keef. Die had ik gelijk gebeld. Heb je hem nog staan? Kan ik komen kijken? Ja. De dag daarna heb ik gelijk naartoe gegaan. Gewoon weer. En je ziet het zelf weer. Hij is perfect. Hij is perfect. Buongiorno. Buongiorno. Ja, we hebben koffie besteld. Salve. Het gaat best goed. Het gaat best goed. We moeten nog 80 kilometer, maar we zijn al 1,5 uur onderweg. Ik ken alleen geen woord Italiaans. Ik ook niet. Pak je Duolingo? Een cornetto. Een cornetto, een ijsje. Ik denk een croissant. Oh. Nee, helaas. Nog één. Un cornetto, per favore. Un cornetto, per favore. Dat is dus un cornetto, per favore. Per favore. Salve, Eduardo. Hey. 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 We gaan met het pontje, want we kunnen niet anders. We kunnen niet over de snelweg, want zo hard gaat het niet. Dus
We moeten inscannen met de QR-code. Oh. Zal ik even naartoe lopen? En dan gaan we met de pont. Het is wel echt een avontuur, toch? Ja, echt no way. Kijk even mee dan. Ja, kom maar, kom maar, kom maar, gas. Gas, 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 gas. Ja, ja, kijk. Goedemiddag. Nee, ik denk dat ze moet zitten en die bar gaan vasthouden, dan... Ja, leuk man. Ja. Vette ervaring, dit ga je nooit meer meemaken natuurlijk. Nee, nee, nee. Priceless. Ik heb er zin in. Unieke ervaring. Let's go. Ja. Uit je gezicht, het kopje gezicht uitstappen. Wat is je naam? Kenneth. Hey Kenneth, ja, hoe was deze ervaring? Ja, goud. Priceless. Een glimlach van oor tot oor. De hele rit. Je wordt wel een beetje heen en weer geslingerd, maar ja, dit is echt zo dik. Nou, het zit erop voor ons. Ik heb nog steeds een glimlach van oor tot oor van het meerijden met Riesje Verschoor. Maar het event aan zich was sowieso een heel gaaf event natuurlijk. Als je ook om me heen kijkt wat hier staat, ja, geweldige auto's. We hebben geparkeerd bij Supercar Society. Nogmaals, dank daarvoor jongens. Ik heb genoten. Nou, wij zijn bezig met de laatste voorbereidingen voor ons vertrek richting Engeland. En waarom gaan we naar Engeland? Voor de Gravity Show in Birmingham. Wij nemen mee de RS6 Urban, speciale RS2 Hommage editie. Die zullen we op de stand neerzetten van Urban tijdens de Gravity Show. Maar wij nemen ook de andere auto achter mij mee. En dat is de pick-up. Hij is niet klaar, zoals jullie zien, alleen Urban gaat hem afmaken. Dus wat gaan we doen? Best spannend, want hij zit half in elkaar. Hij heeft geen dichte achterkant. Dus we gaan hem eigenlijk op deze manier meenemen richting de trein bij Calais. Nemen hem mee naar Folkestone en dan rijden we naar Urban. Daar leveren we hem af en vanuit daar gaan we met de RS6 door richting Birmingham. En daar zullen we de RS6
neerzetten in de stand van Urban. Nou, natuurlijk gaan we het hele evenement en de trip ernaartoe vastleggen voor jullie. En op YouTube delen, middels een mooie video. Net als de Goodwood video die we geplaatst hebben. Dus hou ons YouTube kanaal in de gaten.